De videolandserie over het levendige leven van Patty Bart, 68, zorgt voor opschudding met reacties van voormalige partners, vrienden en collega's. Ron Brandsteder bekritiseert Patty's neiging tot overdrijven, terwijl Marga Scheide, voormalig Luf-collega, zich uitspreekt over de gepresenteerde beelden. Marga Scheide weerlegt het beeld van Patty als leidinggevende en verdediger bij oneenigheden in de serie. Dat beeld klopt niet. Wij deden en beslisten alles met z'n drieën, zegt Marga. Ze ontkracht ook de bewering dat collega José Hoebe, 69, het derde wiel aan de wagen was. José vond het allemaal wel best. Patty en ik regelden de kleding en José vond het prima. Maar ze was zeker geen derde wiel aan de wagen en werd ook niet zo genoemd. Ondanks de veelbesproken serie heeft Marga deze nog niet gezien, terwijl José aangeeft dat het haar totaal niet boeit. Ik ga dus niet op Videoland verder kijken, deelt José met Story. Marga, daarentegen, uit verbazing over de goedkope productie, gezien haar hoge verwachtingen van regisseur Wil Koopman. Wij waren juist een glamoureus groepje. De reacties op de serie laten zien dat de weergave van het verleden niet bij iedereen in goede aarde valt, terwijl de betrokkenen hun eigen perspectief delen op het doldwaze leven van Patty Bart.